Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor ronde nummer 2 in seizoen 4, aflevering 54 alweer. Mercedes is ons gepasseerd in de Research and Development boom. Het is bloedjespannend. Heb jij de openingsronde in Bahrein gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar de wedstrijd. Verstappen werd tweede. Wij pakten de volledige score daar in die grote prijs. Hopen op weer hetzelfde liedje hier in China. Maar goed, ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Reageren wat er verbeterd kan en moet worden op deze aflevering. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam zit in de beschrijving. Ik verwacht weer een spannende battle met Verstappen voor de race-overwinning. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor carrière aflevering 54 van F1 2021 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland in Q1. Lekker zonnig weer. Pakken daar wel te veel curbstone mee. En de auto gleed als het ware gewoon eraf. Dat heeft ons wat tijd gekost. En ik verlies hier al gelijk de downforce. Ik mis de apex. Dus eigenlijk is dit rondje niet goed. Maar we gaan het gewoon afmaken. En kijken wat dit dus gaat opbrengen. Komen aan bij de laatste bocht in China. Nemen wij gewoon goed, dit keer wel. En we zetten een 1.30.6 neer op een P4. Op 14e van Esteban Ocon. Maar nu zijn we gelijk weer in het groen. Waarom? We hebben die fout niet gemaakt met de curbstone. Dus dat is goed om te zien. Ziet er daar wel een klein beetje van een broodje af. En die ronde was dus niet goed. We zijn dus aanbeland bij onze tweede echte run. Kijk maar, we staan op P16. Dat zou net genoeg zijn om door te kunnen komen naar Q2. We hebben Lance Stroll voor onze neus en rijdt wat in de weg. En wij moeten zometeen ervoor zorgen dat we er staan. Groen in sector 1. 30.000ste boven op de tijd van Giovinazzi. Zetten ook groen in sector 2 neer en pakken hier een track limit waarschuwing. En we komen op een P11. Een beetje teleurstellend en Stroll blokkeert ons en dat is einde Q1. We zijn door naar Q2. Ik ben er heel laat naar buiten gegaan om voor een 1 run te gaan doen. Kijken wat dit gaat opleveren voor ons. Glijden als het ware gewoon naar buiten in bocht 1. Missen gewoon wat downforce. En de topsnelheid moet hier uitstekend zijn. Die van de Ferrari is dat ook. Komen aan bij de laatste bocht in China. Voor Q2. Gaan daar iets te wijd en missen de apex. En zetten een P9 neer. Verstappen op P8. Ook op die softbanden. En wij gaan er gewoon nog een keer uit. We gaan gewoon nog een keer pushen namelijk. Om ervoor te zorgen dat we dit keer wel volledig in Q3 komen. Als dat kan. We zijn rood bij de Delta. En komen 2000ste... boven onze eigen tijd. Zet de groen in sector 2 neer. We staan op een P13. Nee, een P12. Waar komen wij nu te staan? Dat is de vraag. P11. We redden het niet. Voor het eerst in My Team Career Mode van seizoen 3 redden we niet Q3 Verstappen op P1. Dat betekent dat wij met een andere strategie kunnen gaan beginnen in deze grote prijs.
Je weet maar nooit wat er gaat komen. Ik zou zeggen, laten we lekker doorgaan met de race. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 54 van F2021 My Team Career Mode. We zijn er klaar voor. The Chinese Grand Prix then is upon us once more. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula One victory in 2006. As well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt, we've got plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position. Sergio Perez lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Bottas, Hamilton, Charles Leclerc and Sainz, Norris, Ricciardo, Russell and Guan Yu Zhou, the Professor, Gasly, Esteban Ocon and Stroll, Tsunoda, Giovinazzi, Marcus Armstrong and Callum Ilott, Latifi, Mick Schumacher, Lundgaard and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze grote prijs. De geplande strategie is medium hard, maar we gaan een andere strategie doen. Ik ga proberen medium soft te proberen. We nemen sowieso extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Waarom? We starten vanaf een P11. En dat is nogal cruciaal in het kampioenschap. Passen het gewoon aan. En soft, jazeker. Dat is dus de strategie. En extra brandstof. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 54 van F2021 My Team Career Mode. We starten op een P11 in de grote prijs van China. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Want Pierre Gasly is al beter weg. We verdedigen die binnenkant van de Fransman. En maken hier een ruimere lijn die wij nemen om Perez hier, Zhou aan te vallen. Lukt dat? We zitten een beetje opgesloten tussen de McLaren's en de Alpines. Maar Zhou hebben wij te grazen? Nee, want we hebben een momentje overstuur op de exit. Dan kunnen we hier een divebomb maken en dat doen we ook. En zo hebben we ook brutaal Carlos Sainz te grazen genomen voor P6. De volgende heet dan Charles Leclerc. Maar ik weet al gelijk dat de auto hier minder goed is in de bochten. De downforce missen wij gewoon. En we verliezen al een aantal secondes naar de Monegasque toe. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Carlos Sainz een pitstop heeft gemaakt in ronde nummer 1. Die heeft ons geraakt namelijk. En die is naar binnen geweest. En we remmen dat gat naar Charles Leclerc helemaal dicht. Het gat is nu 18e geworden en we gaan zo meteen ronde nummer 4 alweer in.
DRS ingeschakeld, overtakeknop ingeschakeld. En dat gat is 14e naar Leclerc, 1,3 naar Lando Norris. Herhaling van de start met Verstappen op pole position, Perez op P2. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En die Mercedes van Bottas bleek heel snel van de lijn. Wij zagen daar al gelijk Pierre Gasly aan onze binnenkant. Guanyu Zhou ook aan die binnenkant. En Perez en Verstappen knokten daar wel samen in die bocht. Wij dus ook met de teamgenoot van Perez. Hoe toevallig is dat? En we moesten hier dus even Zhou voor laten gaan. Maar maken hier een divebomb. En raken Carlos Sainz. En daardoor moet Carlos Sainz naar binnen voor een nieuwe neus. Verstappen dus aan het langste eind. En is aan de leiding in de grote prijs. Hier dus Carlos Sainz die naar binnen duikt voor een nieuwe neus. Ik zie zelf geen schade op de voorvleugel. Maar toch voelt Carlos Sainz iets aan zijn auto. En gaat dus voor een nieuwe neus. Ik ben ook benieuwd naar welke band hij gaat. Dat is de vraag. Naar de medium compound. Een langzamere pitstop dan normaal. En komt dus weer helemaal achteraan het veld weer op. In ronde nummer 2. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als we daar dan Charles Leclerc hebben. Die wij gaan aanvallen. En we pakken onze persoonlijke verbetering. Met een 1.32.9 zijn 43.000ste sneller. En daar zitten we dan te kijken bij Charles Leclerc. Lukt dat hier dan aan die binnenkant? Het is gewoon stoeien met elkaar. En we duwen Leclerc gewoon helemaal wijd. En dat is P5. Geen schade aan onze eigen auto gelukkig. Die van Charles Leclerc ook niet. Die is onbeschadigd geraakt. De volgende heet dan Lewis Hamilton. En Verstappen nog steeds aan de leiding in de grote prijs. Geel in sector 2. En daar gaat iemand uitvallen. Charles Leclerc valt uit. Zou hij dan toch iets hebben opgelopen aan mijn incident met hem? Interessant. Het gat naar Lewis is 18e. Dus dat kunnen wij wel mooi dichtrijden op dit rechte stuk. Hebben ook DRS van de Brit. En kunnen misschien kijken voor een aanval. We zitten denk ik net te ver weg. We gaan ervoor aan die binnenkant. Raken elkaar. En dat is P4. De volgende heet dan Valtteri Bottas. De teamgenoot van Lewis. En Verstappen naar binnen. Max Verstappen gaat naar binnen. Voor zijn eerste pitstop van de dag. Naar welke band gaat hij toe? Ik denk de soft compound of de mediums. Ik ga toch echt voor de medium compound. Want ik denk dat Verstappen soft mediums doet. Kunnen wij dat zo zien naar welke band hij toeduikt? Naar de mediums. Oké, dus Verstappen gaat nog een keer stoppen. Wij doen dat ook zo meteen. En we zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. We hebben een DRS-fout, want de achtervleugel blijft dicht. En Norris, Hamilton en Zhou duiken ook naar binnen. En we rijden richting Valtteri Bottas. Voor de leiding in de wedstrijd. Gasly op P3, Ocon op P4. En Verstappen op P5 met dat snelste racerondepunt. En het gat naar Max is 18,5 seconden. En dat is Verstappen aan het dichtrijden. Vanwege de versere medium compound die hij onder zijn auto heeft geschroefd. Hier dan dus wat er gebeurt met Charles Leclerc in ronde nummer 5. En die verliest hier gewoon vermogen. Leclerc uitvallig in de grote prijs van China en moet hem hier staken. Ronde nummer 11 en we duiken naar binnen voor onze eerste pitstop van de dag. We stappen op P2, dat gat is 21 seconden. Verstappen zou gewoon terug moeten komen als leider in de wedstrijd.
En wij gaan dus naar de medium compound. Drie seconden is de pitstop, wat aan de langzamere kant die ik gewend ben van mijn team. En komen terug op P2. Het gat naar Verstappen is 2 seconden en Gasly zit gelijk te kijken, maar dat lukt niet. Bottas op P4. Het gat naar Verstappen is 1,8 seconden. Nog 16 rondes te gaan in de wedstrijd en zet er rood in sector 1 neer. We zitten in ronde nummer 14. Als we DRS hebben op Verstappen, hebben slipstream van Verstappen, gooi onze overtakeknop aan op Verstappen en we kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. We hebben meer snelheid meegenomen in die bocht. En dat is weer de leiding heroverd. Verstappen doorverwezen op P2. En gaan ronde nummer 15 alweer in. Nog 13 rondes te gaan in de grote prijs. Tot nu toe een belovende wedstrijd. Tegen het einde van ronde nummer 15, als Verstappen weer een aanval probeert terug te plaatsen bij ons, heeft hier DRS van ons. Overtakeknop, slipstream, kijk naar de binnenkant, is er voorbij. Remmen als laatste, proberen hier terug te kruisen. Lukt dat? Het is heel close tussen ons tweeën. Maar Verstappen trekt aan het langste eind. Hebben hier zometeen wel DRS in ronde nummer 16. Gaan ook ronde nummer 16 in. Kijken hier aan de binnenkant van Max. Het is heel close tussen ons tweeën. En het is weer de leiding heroverd. Ziet er wel een klein beetje door. Verstappen kan terug aanvallen. Doet hij dat? Jazeker, want hij zit aan de binnenkant. Dan pakt hij hier ons terug. Jazeker. Hij heeft ons teruggepakt en hebben gelijk een momentje op de curbstone. Dus die aanval is weg. Gegooid door ons. De tegenaanval zit er nu niet in, met nog 12 rondes nog te gaan in de wedstrijd. Einde ronde nummer 16. Verstappen verdedigt die binnenkant, we kijken naar de buitenkant. En dat is gelukt, maar Verstappen geeft zich niet zo snel gewonnen. Nu is het dit keer wel raak. Mooi om te zien. En we rijden al gelijk weg van mijn teamgenoot. Dat gat is al 18e geworden. En dat wordt hoop ik groter en groter. Nog 11 rondes te gaan in de wedstrijd. Bottas op 7,9 seconden gereden. Blauwe vlaggen worden gezwaaid. Voor een Haas volgens mij. Nee, een Alfa Romeo is dat. Van Christian Lundgaard en Verstappen duikt naar binnen. Voor zijn laatste pitstop van de dag. Lundgaard op een ronde gezet. We zitten zelf in ronde nummer 19 van de wedstrijd. Als we dan dus hier naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. En gaan naar de softbanden. Jazeker. Gaan de aanval openen op Verstappen. Die heeft die medium compound eronder gezet. En komen weer mooi voor Max de baan op. Dat is goed om te zien. Dan is het nu de aanval openen naar Valtteri Bottas. Het gat is 19e. Dus Max kan nog terugkomen. Maar we moeten proberen van niet. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. Dat gat naar Bottas is 9,0 seconden ongeveer. Zoiets. En dat proberen wij met rasse schreden dicht te rijden op diverse softbanden. En daar hebben wij dan Valtteri Bottas in ronde nummer 24 alweer. En gaan het hier dan zometeen proberen. Als dat kan. We zitten klem. En proberen het hier dan. Slipstream pakken. Bij de hairpin. En we zetten hem daarnaast Ricciardo-stijl. En dat is de leiding
veroverd in ronde nummer 24. Nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. En Bottas kan hier niet terug aanvallen, dus dat is goed om te zien. We zitten wel dicht op. Bottas kan hier even niks. Hier dan een rechtstuk. En Bottas heeft hier DRS en slipstream. Zit aan de buitenkant te kijken. Is er voorbij op die oude harde banden. En beweegt wat in de remzone. Maar wij laten dat niet toe en duwen Bottas helemaal wijd. We krijgen wel een waarschuwing voor het toetseren met Valtteri. Maar we hebben gewoon scheid aan de FIA. En Bottas kan hier niet terug aanvallen. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. We zitten aan het einde van ronde nummer 25. Als Bottas daar het opnieuw probeert. Kijk naar de buitenkant. Alweer. Is er naast. Maar we duwen hem wijd. En Verstappen kan gelijk meekijken. Want dat gat heeft hier gedicht. En we gaan zo meteen ronde nummer 26 alweer in. Nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. Bottas zit te kijken. Hij kan er niet voorbij. Hetzelfde geldt voor Max. En we hebben dat snelste raceronde op onze naam gezet met een 1.31.1. Rood in sector 1. We zitten aan het einde van ronde nummer 26. Als Bottas het opnieuw probeert. Max zit te kijken. Bottas kijkt naar die buitenkant. Er is wat weinig ruimte, maar toch vindt hij een weg. En dit keer is het weer hetzelfde liedje. Duwen Bottas weer lekker wijd. En Max kan nu dit keer wel profiteren. En profiteert gelijk van ons. Zit aan die buitenkant en we moeten hem laten leven. En Max pakt de leiding. Is hier close. Bottas kijkt mee. En wij proberen Bottas te verdedigen, maar dat lukt niet. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Zijn doorwezen naar P3, maar pakken Bottas hier mooi terug in de eerste bocht. En Verstappen aan de leiding. En nog ongeveer 2 rondes te gaan. Dus dit belooft nog wat voor de laatste paar rondes in de grote prijs van China. We gaan de laatste raceronde alweer in. Verstappen dus als leider de laatste raceronde in. Wij gaan er alles aan doen om dat proberen te voorkomen. En hebben die softband. En kijken hier aan die binnenkant. Daar is geen ruimte, maar toch vinden wij er ruimte. En dat is gelukt. De leiding herovert met nog een ronde te gaan. En Verstappen wil hem nu proberen terug te pakken. En heeft zometeen die DRS-zone. Waar Max goed mee is, want die Ferrari-motor is snel. 4 ronden fuel remaining, zegt Jeff. Hebben wat last van overstuur, want die softbanden gaan eraan en Max op die mediums heeft zijn banden gewoon goed gespaard. Dat doet hij goed. Hier komt het dan aan bij het rechte stuk. DRS zometeen geopend van Max. Wij gooien alvast onze overtakenknop aan. En Verstappen zit eraan te komen. Maar komt hij wel meters tekort? Hij komt meters tekort. Verstappen komt meters tekort voor een echte aanval. Dat betekent dat wij de tweede wedstrijd van seizoen 4 weer gaan winnen. Pakken hier weer alweer de volledige score in een grote prijs. Goed gedaan en gaan ze opmaken voor de volgende wedstrijd in Emilia-Romagna. Just fantastic. You deserve that race win. It's victory in Shanghai then, and what a victory it is after an incredible Grand Prix. And talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track.
I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Maar goed, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van China, pakken ook dus als race van de punt. Wij krijgen ook driver of the day van Anthony Davidson. Verstappen, doorverwezen naar P2. Pakt weer een 1-2'tje voor ons, dat is goed om te zien. Bottas naar het podium. Guanyu Zhou is een thuiswedstrijd knap naar P4. Hamilton 5, Perez 6, Norris 7, Ricciardo 8, George Russell 9. En Carlos Sainz, ondanks die pitstop in de eerste ronde vanwege een nieuwe neus, op het podium. Gasly, P11, Ocon 12, Lance Stroll 13, Antonio Giovinazzi, P14. Ja, ik vind het knap van Guanyu Zhou, zeker weten. Tsunoda 15, Armstrong 16, Ilott 17, Lundgren 18, Latifi 19, Schumacher 20, Mazepin 21 en Charles Leclerc uitgevallen. P1 in coureurs- en constructeurskampioenschap. McLaren klimt richting Mercedes. Ja, en dan hebben we hier gewoon even de rivaliteit breakdown met mezelf en Perez. Het staat gewoon nog goed, zoals het ware hoort. Team McLaren met mezelf en Max, dat is gewoon goed. 42, 42, 84 in totaal dus. Dat is de rekensom, die kunnen jullie allemaal vast wel maken, hoop ik. Cash, helaas, de pole position niet behaald. $0 binnengeharkt vanwege die sponsor, jammer. Daar wel een aantal groot bedrag toch nog binnengeharkt, ondanks het mislopen van een sponsor. $18,55 miljoen op de bank, dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karim content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Emilia Romagna, oftewel Imola. Tot ziens.